Meneer Fakkel, goedemiddag. Wat is uw functie binnen VMS? Goedemiddag, ik ben de ondervoorzitter van de sectie specialisten. Waarom bent u geen tegenstander van de opening van het ziekenhuis in Wanica? Ik moet het even anders formuleren. Ik ben geen tegenstander van een ziekenhuis in Wanica. Ik ben wel voor een goed spreidingsbeleid van zorg in het algemeen, waaronder ziekenhuizen. Dus ik kan me zo voorstellen dat als er nu al een overschot is, om het zo te noemen, aan ziekenhuizen in Paramaribo, dat je dan liever een shift teweeg kan brengen door bijvoorbeeld een van de ziekenhuizen in Paramaribo te verplaatsen naar het Wanica ziekenhuis, als voorbeeld. Dus u vindt de ziekenhuizen in Suriname nu wel genoeg? Eigenlijk gaat het niet om het aantal ziekenhuizen. Eigenlijk zou je moeten kijken in wat voor zorg wordt er geleverd, op welke manier. Moeten we praten over het aantal ziekenhuisbedden of over de behandelingen die mogelijk zijn? De ambulante behandelingen, dat we zeggen de mensen die meteen naar huis gaan, de dagbehandelingen, of moeten we mensen inderdaad opnemen om te blijven in een ziekenhuis? En ik kan me voorstellen dat als je een hoeveelheid mensen op één bepaalde plek hebt, dat daar inderdaad behoefte bestaat om een betere en eventueel specialistische zorg daar te bieden. Dat is niet het punt. Je moet wel eerst nagaan of die behoefte er bestaat, hoe het tot nu toe wordt opgevangen, wat het kost, wat daar tegenover moet staan, als je de capaciteit hebt, niet alleen in mensen, maar ook in apparatuur enzovoort, voordat je die beslissing neemt. Je sprak daar net over capaciteit te hebben in mensen. We weten allemaal dat er een tekort is aan artsen in Suriname. Als de VMS het niet eens is, hoe moet er dan invulling hieraan gegeven worden? Oké, ook tekort moeten we relativeren. Het gaat erom, wat voor zorg wil je bieden aan mensen? Als wij ervan uit zouden willen gaan dat wij slechts een basis medische zorg willen geven, dan hebben we waarschijnlijk geen tekort. Maar als wij al in een situatie zijn dat wij topklinische zorg kunnen leveren, zoals neurochirurgie en thoraxchirurgie, dan hebben we al een bepaalde keuze gemaakt. En dat betekent dat alles wat daar ook verder mee te maken heeft, ook alle paramedici die daarmee te maken hebben, alle ziekenhuizen, laboratoria en dergelijke die daarom moeten meehelpen, dat die inderdaad op een hoger niveau moeten komen. Dus je zou kunnen zeggen dat er wel een tekort is, maar dat hangt er vanaf welke zorg je wilt bieden. Daarnaast is er wel geïnventariseerd wat het tekort is. Want wat er gebeurt is dat men inventariseert en dan een plan maakt om mensen op te leiden. En dat gaat via de medische faculteit. Dus afhankelijk van de behoefteberaming wordt er een eventuele numerus fixus ingesteld. Dus een beperking voor het aantal op te leiden artsen. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat alle artsen uiteindelijk op de juiste manier worden ingezet, dat er geen geld wordt vermorst en dat ze op de juiste plek terechtkomen. Dus ook het vestigingsbeleid voor de artsen, huisartsen en specialisten wordt daarin meegenomen. We hebben niet de indruk dat als we nu, zonder dat we daar eigenlijk inzage in hebben gekregen, worden geconfronteerd met 50 Cubaanse artsen, en daar doe ik geen waardeoordeel nog daarover, dat er opeens een oplossing is voor een probleem wat eigenlijk nauwelijks is beschreven of geanalyseerd. Hoe zou het project dan anders aangepakt kunnen worden? Eigenlijk heel eenvoudig, met boerenverstand. Mensen die in de zorg werken, vooral de veldwerkers, vragen wat de problemen in het veld zijn. Dat inventariseer je. En dan weet je wat er nodig is. En dan maak je een keuze als land welk niveau van zorg je wil geven. En dat bespreek je met je bevolking. Als wij zeggen dat wij iemand die een blinde darmontsteking heeft wel behandelen, maar iemand met een galblaasontsteking niet, dan is dat een keuze. Dus je maakt ergens beleid op. Als wij zeggen dat wij mensen die een hartinfarct hebben gehad en die moeten worden geopereerd aan het hart niet meer behandelen, dan komen we in een situatie zoals het bijvoorbeeld in de buurlanden is aan Curaçao, en daar heb je geen thoraxchirurgie, dan is dat een keuze. En dan weet je ook wat voor beleid je moet hebben daarop. Dus het gaat eerst om wat kom je overeen met jouw bevolking als niveau van zorg, en dan stem je af wat je nodig hebt. Hoeveel en waarvan? Daar begint het bij. Door met de mensen te praten.
Niet door te bedenken, wij gaan ergens een ziekenhuis bouwen. En dan staat dat gebouw, dan staat het gebouw er. Zoals in Marowijne, het Marowijne ziekenhuis. En ik heb er geen enkel bezwaar tegen. Integendeel, laten we die zorg overal naartoe brengen waar er mensen zijn. Maar we hebben ook een ander systeem nu. Bijvoorbeeld met de medische zending. Ik geef een voorbeeld uit mijn vak. Vanwege de digitale wereld krijg ik vragen, foto's, problemen uit het veld. En die bereiken mij instantly, zelfs als ik op vakantie in het buitenland ben. En ik kan vanaf dat moment al advies geven over een brandwonde kind van een jaar. Wat net een kokolamp over zich heen heeft gehad met vuur. Dus dan is er meteen goede hulp op die plaats. En we kunnen vervolgens precies aangeven wat er nodig is voor het vervolgtraject. Ook transport hier naartoe enzovoort enzovoort. Als je een ziekenhuis hebt in het binnenland en er zijn geen adequaat opgeleide mensen, dan hebben we nog steeds hetzelfde probleem. Dus ook als zouden we een ziekenhuis hebben in Marowijne of in Adjoni, dan is er daar nog steeds niet een plastisch chirurg en een internist en een gynaecoloog en een thoraxchirurg enzovoort. Dus het is eigenlijk met boerenverstand op te lossen door na te gaan welke problemen kunnen er zijn, wat is het? De manier om dat op te lossen. Het is meestal een transportprobleem. En laten we het op die manier doen. Ik geef als voorbeeld de spoedeisende hulp die toentertijd in het Vincentius ziekenhuis was gestart. Ik gun het iedereen. Maar mensen gingen van Wanica naar het Vincentius ziekenhuis. Omdat ze dachten dat ze dan sneller werden geholpen. Klopt dus niet. En wat was het punt? Een logistiek probleem. 6 kilometer. Als je nu een ambulance hebt met een loeiende sirene en iedereen zou daar weer respect voor hebben, dan breng je die mensen overal vandaan naar het academisch ziekenhuis. Dan ga je dus niet aan versplintering doen en daardoor vermorsen van geld en uiteindelijk ook niet de adequate zorg. Want wat gebeurde er toen? Iemand met een hartinfarct in het Vincentius ziekenhuis, daar zouden mogelijke diagnoses van kunnen worden gesteld, maar die moest verder weer op transport naar het academisch ziekenhuis. Onnodig tijdverlies. Hetzelfde gebeurt dus als iemand met een brandwond naar het Adjoni ziekenhuis zou gaan en vervolgens ook weer contact zou moeten opnemen met mij of met een van mijn andere collega's. Maar waarom zou dat niet vanaf de medische zendingspost al meteen kunnen gebeuren? Dus ik denk niet dat het zinloos is om zorgcentra in het binnenland en over de aarde hebben waar de mensen zijn. Maar laten we het vooral inrichten op een manier dat het zinvol is. Dus als ik het goed begrijp, is er gewoon een ziekenhuis gebouwd of in de bouw, zonder om onderzoek te doen? Nee, er zou vast wel onderzoek zijn gedaan. Ik weet alleen niet door wie, wat de kwalificaties waren. En het onderzoek in elk geval niet gegaan in samenspraak met mensen uit het veld, zoals de VMS. En ik wil niet zeggen dat we zo ontzettend belangrijk zijn, maar welke baat zouden wij hebben aan het tegenhouden van zorg voor mensen decentraal? Oké. Maar meneer Fakkel, ik wil toch als individu uw oprechte mening horen omtrent de hele situatie, tekort aan artsen, bouwziekenhuis hier, bouwziekenhuis Adjoni. Ik wil toch als individu uw oprechte mening horen. Nou, mijn persoonlijke mening verschilt eigenlijk niet veel van de mening van de VMS. Eigenlijk ondertussen het zorgcollectief. Ik woon hier in Suriname en ik vind het ontzettend fijn hier en ik ga niet weg. En de waardering die ik hier krijg is inderdaad financieel, maar nog meer van een patiënt die naar tevredenheid is behandeld. Naar tevredenheid voor de patiënt en voor mij. Ook al is die niet genezen, maar ik wil de best mogelijke zorg bieden. En ik zie ondertussen dat, en dat meen ik echt, ik mijn best doe, maar ik word beperkt in een heleboel dingen. Als wij aangeven dat er geen middelen zijn en het wordt tegengesproken, het is niet opgelost. Er zijn nog steeds geen middelen. Ik geef een direct voorbeeld. Er is een landelijk gebrek aan mitella's. Dat zijn driekante doeken waarin je hand hoog moet houden als je een handletsel hebt. En het lijkt iets heel eenvoudigs. Dus we kunnen zeggen, ja, kunnen we oplossen met de hoofddoek.
Maar als wij uiteindelijk steeds verder afgeleiden en genoegen nemen met minder, dan komen we in een gevarenzone. En dan komen we in een situatie waarin een patiënt het vertrouwen in mij stelt, ik die behandel, de behandeling gaat op zich zo goed als mogelijk, maar er komen complicaties. En op dat moment zijn die complicaties eigenlijk te verwijten. Aan mij kan worden verweten dat ik patiënt niet van tevoren heb geïnformeerd over de grotere kans op complicaties, omdat er bepaalde middelen ontbreken. Maar ik kan ook niet zeggen aan de patiënt, dan ga ik het maar niet doen. Als je je vinger eraf hebt gesneden en ik zeg dat ik geen goed microscoop heb, dus dan moet het maar eraf blijven, dan is dat zonde. Nee, ik heb een microscoop met een aantal problemen en ik ga mijn best doen. Ik zeg het van tevoren ook aan die patiënt. Maar het moet niet onder die drempel komen, want dan moet ik zeggen, het spijt me, het vertrouwen wat je in me stelt, zal ik al anders bij voorbaat schenden. Dat moeten we niet doen. Dus mijn persoonlijke mening is dat het op een eigenlijk eenvoudige manier een stuk makkelijker kan in de zorg, door eerlijk te zijn, door geldstromen goed te kanaliseren en mensen vooral bewust te maken van het feit dat alles wat je kapot maakt aan zorg hier, terwijl je hier woont, dan pak je jezelf mee. Oké, meneer. Oké. Vanuit de gemeenschap horen we dat specialisten broodvries hebben met de komst van artsen uit het buitenland. Hoe kijkt u daar naartoe? Een prachtige dooddoener om elke discussie te beëindigen is te zeggen dat artsen te veel geld verdienen. Misschien zelfs onrechtmatig geld verdienen.